Ik wil het hebben over 100 jaar eenzaamheid van Gabriel Garcia Marquez. Toen ik 18 was, heb ik een kennis van mij gevraagd, een belezen kennis gevraagd. Geef mij een lijst met boeken die ik moet lezen, wil ik zelf goed kunnen schrijven. En die man kwam met een lijst op een bierviltje en bovenaan stond nummer 1, 100 jaar eenzaamheid. En ik ben het meteen gaan lezen. Ik vond het onwaarschijnlijk goed. De beginzin, die ik niet ga citeren, want daar moet je altijd mee opletten, is ontzettend scherp, sterk, prachtig, een prachtig beeld. En de hele roman hangt aan elkaar van sterke beelden. Ik wil één beeld noemen waardoor ik verliefd ben geworden op het boek. Dat is het beeld dat er een bepaalde man in de roman wordt, overal waar hij gaat, achtervolgd door vlinders. En in de roman komen af en toe gele vlinders komen in het boek en dan weet je, oh, daar komt die man aan. En dat is heel sterk van Marquez. Een ander heel sterk beeld is, en dat is, hij heeft het over de aantekeningen die hij vaak... hij heeft gezegd, ik heb mijn aantekeningen verbrand van het boek, want de lezer mag niet zien wat de magie van het boek is. En de aantekening die hij verbrand heeft, is dat hij op een bepaald moment een dame in het verhaal, een meisje, wil laten opstijgen. Het meisje gaat weg met zigeuners en hij wil zeggen, het meisje is weggegaan. Ze is niet weggegaan, maar ze is opgestegen. Ze is tot zich genomen door de heilige maagd. Maar toen hij dat schreef, was hij zich er heel erg bewust van dat dat niet mooi genoeg was. En toen heeft hij het meisje in het verhaal gewoon letterlijk laten opstijgen. En dat is zo'n vakmanschap en ambacht, dat is prachtig.